Let's go. Yo, what up? Dit is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer gaat het om de reeks bijna finale event battles die we laatst hebben gehad. Ik ben zoals altijd met mijn oude vertrouwde juryleden Tim Beumers, Excellent. Vertrouwd. Kimo en gastjurylid voor deze reeks is Man's Day. Oh, yeah. En de battle waar we het dit keer over gaan hebben is de battle van Dani versus Cooper. Kimo, wat vond je van Dani versus Cooper? Beter, man. Ja, dat was op zich een best wel oké battle. Ik heb er wel van genoten. Ik hoor een gematigdheid in je stem. Ja, gematigd. Het is niet de beste performance van mij, maar zeker niet slecht. Het is een goede performance. Ik vond het wel een mooie battle. Op zich. Dani was lekker on fire. Altijd, man. Ja, altijd. Hij, weet je, hij is gewoon op level, weet je, en dat houdt hij gewoon consistent vast. Dat vond ik nice. Het wordt nice over moeder natuurlijk, weet je. Hij psyched hem een aantal keer van ik ga niet hierover en dan ging hij er toch op door. En gewoon een interessante personals die niet waar zijn lijnen. En toen haalde hij ook uit naar de champ, hoor. Yeah. En dan weet je, gooi er wat bars naar mensen. Dus, Gewoon een dikke 1 heeft hij, joh. Het is die jou kapot uit. Ja, ik heb wel even moeten huilen. Ja, ik had gelukkig zakdoekjes bij me. Ja, ik zweer het. Als net de juryorde was geweest, dan was ik echt een wrak. Okay, maar jullie vonden die battle, die bar wel echt hard? Dus, die bar, het was gewoon, hij keek gewoon wel intens naar jou met een middelvinger erbij. Dus dat vond ik een interessant moment. Hij zei ook tegen Cooper van, dat Cooper blijkbaar iemand vroeger heeft neergestoken met een schroevendraaier. Ja. Zei hij, je hebt iemand neergeschoven met een schroevendraaier omdat je vroeger niet op je moer kon bouwen. Ja. Hey, daar is hij. Je moer. Dames en heren, Kimo, met het voorbereidende werk. Al drie just in lang. Dat is mijn kamer, hier. Lekker. Dus dat, die kwam ook wel nice uit. Okay. Ja, eerst deed je pasjes op de lijn, blijkbaar heeft Cooper gedanst of zo vroeger. En nu doe je lijntjes op je pasjes. Die vond ik ook nice. Ja, het was wel, het ging wel heel diep over Coopers drugsverslaving. Heeft hij zoveel drugs gebruikt? Genoeg om zo'n hoofd te krijgen. Ja, blijkbaar heeft hij het dus heel vaak gehad over zijn overdosis die hij heeft gehad. Want daar heeft Dani wel echt wat bars over gegooid. Wanneer heb jij voor het laatst een overdosis gehad? Nog nooit. Oké, dat de overdosis is helemaal langs me heen gegaan. Maar dat heeft hij wel echt in de korte wel drugslijns. Ja, dat hij zelfs oliebollen zou eten zonder suiker. Daarvoor zei hij dus van over die overdosis. Hij zegt van, je zegt het zo vaak in elke track, dit, dat. Oké, hij zei jouw lievelingsrapper is Ponypak Shakur of zo. Ja. En dat zei Cooper. Ja. Ik schrijf het helemaal verkeerd op. Maar wat ik van Cooper ook nice vond, is dat hij Dani is natuurlijk enorm afgevallen. Hè. Dat hebben we allemaal kunnen zien. En dat hij mijn Snickers gaf en zei hij een beetje zelf niet. Nee, maar broer. Die kwam ook wel lekker. Nee, joh, dan mis je niet, man. Hij zei, Kree, neem die Snickers. Dus alsof Kree was veranderd in Dani, omdat hij honger had of zo. Kijk die reclames niet. Je ziet zeg maar één persoon, dan krijgt ze een Snicker en dan is opeens een hele andere persoon. Ja. Zeg maar, snap je? Zij zei, Kree, neem een Snickers, je bent jezelf niet. Die tegen Waldo ging, hij ging tegen Waldo. Tegen Nick Veen ook. Hij wil zijn gezicht zeggen. Toen zei Waldo zeg maar die bar over. Hij had toch ook een line over dat Dania op een hindoe leek of weet ik van wat. En hij zei dit en dat. Je weet toch zeg maar die reclame van Snickers? Ik ben er weer. Dat zeg maar die ninja guy als Mr. Bean zo op die ding loopt en dan eet hij die Snicker en dan wordt hij weer die ninja. Dat snapte ik, alleen ik snapte niet van Kree. Ja, Kree is niet van omdat hij dus op een Hindoestaanse Kree-achtige... Nou begrijp ik hem even. Hij is er. Hey. He's landed. Like disaster. Ja, lekker. Kijk op shit hoor, hij gooit shit. Ja, throwing some shit on your bitch. Maar je was nice verder. Was oké, Bert. Hij laat het bij je moer. Excellent. Ja, ik vond die battle wel gewaagd aan elkaar, man. Het was wel gewaagd, het was geen clear body of zo, man. Het was geen duidelijke bodybag, man. Het is een debatteerbare battle. Wat zijn voor jou de punten die jou zijn bijgebleven? Eigenlijk wat al gezegd is. Het was niet de slechtste battle, ook niet de beste battle. Maar ze hebben wel twee hele dope MC's. Cooper is nog steeds bezig met zijn undefeated reeks. Nog niks verloren dit seizoen. En Dani zei van, we gaan even zijn winstreak eindigen. De vraag is dat gelukt? Oké. Killstreak. Ja. Man's Day, is dat gelukt? Ik vond...
Dani ken ik alleen van, volgens mij toen ik meedeed, toen deed hij ook al mee, toch? Ja, 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 toen ging hij tegen Luan Witzka. Tegen zoveel, man. Ja, en toen vond ik hem, toen vond ik hem wel goed. Toen dacht ik, van, misschien later, weet je. Toen zei hij ook nog een keer, ik ga verder wat. Zo, misschien wordt het eraan werk. Ja, nou, en nu heeft hij voor mij heeft hij zichzelf bewezen. Want het moment dat die gast begon, had hij een blik in zijn ogen. Een zware overtuiging. Die kerel die kijk, kwam. Handig, hè? Ja, met die gast was boos. En met die Anne-lijn, die Anne Frank-lijn, kwam die in één keer. Zo'n mis, is dit die Anne die je bedoelt? Ja, dat. En. Hij deed ook iets, en daar hebben een paar andere MC's ook gedaan waar ik net helemaal niks over gezegd heb. Maar wat niet veel meer gedaan wordt, hij gooit een replay in ronde 2. En dat vind ik wel tof. Ik vind Tim een tof woord, rebuttal. Ja, maar dat zie je niet snel. Mensen die jou gewoon hard aan de tekst houden, of die zeggen dan alleen iets van tevoren, weet je. Dat ik, ja. Maar het was wel echt heen en weer, want volgens mij Cooper deed wat rebuttals, maar Dani ook. Dus ze waren wel echt een soort van freestyle game rebuttals. Ik vond het dus nice om de rebuttal game te zien. Hoor. Ja, wat vond je van de punchline dichtheid? Punchdichtheid, dames en heren. Op de schaal van Richter. Ja, heel erg schaal, de schaal van Richter. Even kijken, ik vond, ik weet niet of jullie doorgaan, maar volgens mij choked Dani in zijn tweede ronde aan het einde. Okay. Ik had de tekst. Nou, we gaan allemaal niet door. Nee? Okay. Nee. Nou, ik had het wel niet door. Ik vond me super fijn dat ik er wel door okay. Nee, maar waar zag je dat? Ging in één keer pal voor zijn neus staan. Oh, en dat toen hij weg is, duwde hij hem weg. Dat zei, ik probeer hier te deliveren of zo, ja, hoor. Precies, en gaan we naar ronde 3. Hield hij op. Dus volgens mij had hij daar nog meer tekst. Dus maar Cooper heeft hem gewoon gepresst eigenlijk. Ja, nu je dat zegt, inderdaad, ik merkte dat wel inderdaad. Hij ging voor hem staan, toen zei hij, ik probeer je te deliveren ofzo. En toen was hij het even kwijt ofzo. Ja, en ik vond het heel vet dat, wat jij net zei, als Dani begon te praten, was iedereen stil. Ja. Die gast schreeuwde eroverheen en dat had Cooper niet. Power, ja. Dat als Cooper begon, dan had je nog steeds dat je links iemand groezen moest worden. En ik kreeg ook niet heel veel mee daardoor. Of misschien sloeg iets niet aan, I don't know. Okay. Maar ik vond Dani sterker komen in deze. Niet veel sterker, maar hij had wel... Gewoon een beetje. Gewoon, de punchline dichtheid was zeg maar... Net iets dichter. Net die 3 mm dichter. Wat vindt Tim van de punchline dichtheid? Nou, ik heb er geen lineaal bij gelegd, dus ik moet je in dit geval op je woord geloven. Maar eigenlijk alles wat ik heb opgeschreven hebben jullie gezegd. Ook de rebuttal. Behalve, Cooper had op een gegeven moment iets dat hij tegen Dani zei van je represent de 033, dat is 3 keer 11, wat het geval is van de KKK. Toen dacht ik, History Channel, leer me iets. Toen heb ik het nog gegoogeld, dacht ik, wow, het is waar. Okay, altijd even fact checken voor de hashtag fake news. Fact checken. Je kan niet zomaar alles aannemen, wat een gooien op je. Ik weet niet, man. Het was een duidelijke powerplay van beide heren. We hebben natuurlijk vandaag het bijna finale event, zoals jij het noemt. Omdat het eigenlijk het finale event is, maar het is bijna gelukt. Maar zoals natuur, geen finale. Ik vond Dani en Cooper echt een goede afsluiting, man. Ik zeg je eerlijk, zoals vandaag, allebei goede rappers. Dani die Cooper aanvliegt van... Ik ben fucking hard. Iedereen vindt jou zogenaamd de shit, maar ik ga jou even laten zien. Cooper die weer terugkomt van, oké, je weet wel waarom ik de man ben die op dit moment tegen jou geplaatst wordt in plaats van Jeeves. Omdat Jeeves weer in Portugal is of een of ander ding wat hij verzonnen heeft. Weet je, dat op een gegeven moment had Dani het over, ik heb het goed opgeschreven, het ging over het neuken van een hond. Dat Cooper had gezegd dat hij een hond neukte. Op dierendag, hè? Ja, op die, ik neuk een hond op dierendag. En jij bent de reden dat het blijft van mijn lijf asiel bestaat. Ja, ja, vind ik leuk. Vind ik leuk. Honden neuken, altijd plus 1. Dus. Ja, oké. Honden neuken, altijd plus 1. I do not accept... Approve of this message? Nee, jij bent meer van de kattenneuken, dat begrijp ik wel. Ik ben meer van de poesies. Ja, dat zeg ik katten, mogol! Nee, maar katten kunnen ook kater zijn, dat is meer jouw ding. Lekker. Maar... Katen, ik heb elke dag een kater. Daarom. Cooper, wat zeg je? Oké, leuk, goed zo.
En dan neemt hij nog een slot. En Cooper die gooide op een gegeven moment een heel stuk over de snelheid van het licht. Van een soort van wetenschapbars over de super blablabla van de blablabla. Dan ging ik ook even googlen en dacht, ah, dat is ook waar. Ik vind het toch leuk dat Cooper toch de moeite neemt om je even een stukje wetenschap bij te brengen. Google en Cooper. Cooper. Cooper, zegt hij. Googelen de Cooper. Je toch Cooper. Lekker. Goed verhaal met z'n tweeën. Top. Ja, en het feit dat ik ook al opgeschreven dat hij in de aura ging van Dani. Dani was dat rapper. Dat hij, wat jij zei, hij ging in die aura. Ja. En het werkte. Ja. Maar wat ik wel wat... van, een soort van, oh je bent hard, wacht van. Ben je nou nog steeds hard? Ben je nog steeds hard? Ja. Ben je nog steeds hard? En hij zit zo, wat ik dan zeg maar zelf, en dan kijk ik naar mij persoonlijk, zeg maar in die tweede ronde, op het moment dat ik als Cooper zeg maar zie dat als ik zeg maar zo ga staan voor Dani, dat hij het kwijtraakt, dat hij je wegduwt, dat hij zegt, ah, ik wil deliveren, derde ronde, dan zou ik in de derde ronde nog meer voor hem gaan staan. Ja, maar dan ben je een vervelend kanker, joh. Ja, maar het is een battle, toch? Dat jawel, maar zeg maar, ik had juist het gevoel dat hij dacht van, oh, laat me nu wat afstand. Ja, maar op ik zou moment, juist in zijn feest gaan staan. Op het moment dat hij het doet, je moet het zo zien. Jij bent Arjan Robben. En je maakt een goede swalbe en je krijgt die penalty mee. Weet je, dan ga je niet daarna nog een keer zo'n nee, want dan valt het op. Je moet die penalty gewoon nemen voor het eerst. Het is gewoon cool. Mm. Je bent in zijn feest gegaan. Als je in zijn feest was gegaan en het werkte... Maar dan ligt dat in de derde ronde misschien ook helemaal. Nee. Op het moment dat Dani het benoemde... Yeah. Daar pakte hij zijn peul. Hé, hey, ga eens eventjes uit mijn gezicht. Ja, want ik probeer hier te deliveren. Ik vind juist dat je daar soort van punten mee kwijtraakt of zo. Als Dani zijnde, dat je dan zeg maar ja, maar daarom, van, nou, daarom was het cool dat Cooper dacht ik werd geïntimideerd of zo is het. Ja, maar daarom is het cool dat Cooper het niet nog een keer deed. Hij had zoiets van, oké, dit punt heb ik gepakt, nu geef ik je weer je afstand. Het is een soort van, schaken. Met kickboksen, je kan die paar punten pakken, maar tussendoor dan is toch bijna niet ook op. Je pakt gewoon die punten. Dus ga je down als Benz, hoe heet die? Jamal weet ik niet. Benz, die... Maar de cijfers zijn ook wel interessant. Dat is mijn mening over deze battle. En wat is jouw mening over de puntentelling? Ik kon geen duidelijke winnaar aanwijzen. Ik vond allebei op bepaalde fronten. Ja, soms zijn dingen moeilijk, soms zijn ze makkelijk. Ik vond ze allebei top en ik geef ze allebei een 8,1. Want vind dat ik makkelijk van. 8,1, 8,1. Kimo, jouw cijfers voor deze battle? Ik geef Cooper een 7. En ik vind dat Dani hem nipt heeft en die krijgt voor mij een 7,5. Jezus, wat gaar. Excellent, jouw cijfers voor deze battle? Ik zeg eerlijk, om echt een duidelijke winnaar te kiezen, zal ik hem nog een keer opnieuw moeten checken deze battle. Okay. Nou, we gaan hem even op nu. dat is fucked up, man. Ik zeg je eerlijk, zoals ik zeg. Ik heb geen aantekening kunnen maken. Deze battle was zo close. Ik kan hier geen winnaar uit kiezen zonder hem opnieuw te kijken. Dus ik geef ze allebei een 8, man. 8. Laat het publiek thuis maar beslissen, man. Okay. Ik geef ze allebei een 8. Ja, kom, beter verwoord dan jou. Dankjewel. Nu Manus met de 5, nog wat. Ja, Manus, een 4 voor allebei. Ja, we gaan huis. Nee. Ik zit toch wel even terug als de eerste andere cijfers gegeven. Maar ik vind... Sorry, heel even weer één ding toelichten. Waarom ik ze ook best wel een hoog cijfer geef. Ze hebben van een chaotische crowd toch wel weer de aandacht terug weten te pakken. Daarom snap je? Maar het had van kwaad tot erger kunnen gaan in verband met de vorige battle. Nee. Maar we hebben wel orde geroepen met hun performance. Dus voor dat geef ik ze wel allebei credit. Hebben ze samen gedaan, snap je? Ja, oké. Ik geef Cooper een 7,5. En ik geef Dani een 8. Omdat ik vond dat Dani hem gewoon gepakt heeft met zijn energie. Die was gewoon veel meer daar. Die was meteen van het moment dat hij begon, vuur. Had hij iedereen gelijk te pakken? Ja, nou, gewoon die blik in zijn ogen, die gast had zijn capuchon af en op, net al door zijn haren te wrijven en die gast was gewoon helemaal... Hij was helemaal verleid door zijn body language. Hij was al gepakt door de blik in zijn ogen. Ja. Ik heb zijn nummer gepikt naar de naam. Nee, en ik vond het heel erg lief dat hij mij even noemde. Had eigenlijk gelijk, maar toen mooi briesje aan de zijkant van mijn benen. Ja, als Marcel gisteren dacht nu. Maar ja, ik vind jullie allemaal heel aardig, maar ik ga even de. Ondertussen ben ik weer terug met de gemiddelde eindcijfers. Cooper is geëindigd op een hele mooie 7,6. Dani is net iets mooier geëindigd op een 7,9. Natuurlijk zijn dit niet de enige cijfers die beslissen wie er uiteindelijk wint. Ook jullie hebben mogen stemmen. Als je nu naar punchoutbattles.nl gaat, zie je dan ook wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik bedank mijn juryleden, Tim Beumers. Excellent, daar is het te ver om een box te geven. Hier heb je Kimo, die krijgt ook een box van mij.
En Menace Day die krijgt een box. Kijk hoe je en ik zie jullie bij de volgende reeks Punch Out Battles Event.